Hij houdt het voor gezien. Loek Hermans, hij komt niet naar Zutphen als waarnemend burgemeester. Goedenavond, ook in Gelderland vandaag. Vuurwerkklachten, ze stromen binnen. En dus wordt het zekere voor het onzekere genomen. Anders worden ze vernield. En dit is hem, de beste Gelderse oliebol. Heerlijk. Ja, 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 heerlijk. Ja. Heeft u hem al geproefd? Nee, nog niet. Hij voelt te weinig steun om goed aan de slag te kunnen. Loek Hermans. Hij zou als waarnemend burgemeester in Zutphen de vertrekkende burgemeester Arnold Gerritsen vervangen. Maar Hermans komt niet. Vanochtend was er een gesprek met de fractievoorzitters uit de raad en daarna nam hij dit besluit. Ik ga erover verder praten met verslaggever Justrin Hendricks. Die is voor ons in Zutphen. Ja, Justrin, wat is er gebeurd? Ja, voor Hermans leek alles in kannen en kruiken. Vorige week werd hij officieel door de commissaris van de Koning voorgedragen als waarnemend burgemeester. Alle politieke partijen hier in Zutphen stemden toen voor, tot afgelopen vrijdag. Toen trok de SP haar steun in en kwam er ook steeds meer kritiek van inwoners uit Zutphen hier, inwoners van Zutphen. Met name omdat Hermans in het verleden nog wel eens wat steken zou hebben laten vallen. De 64-jarige Hermans stapte onlangs op als VVD-senator na een vernietigend oordeel van de rechter over het functioneren van de top van de failliete zorginstelling Meavita. Hermans maakte hier als voorzitter van de Raad van Commissarissen deel van uit en ook hij werd niet gespaard. Na de bekendmaking van zijn benoeming vorige week kwam er in de media een storm van kritiek over hem heen. Ook startte een inwoner van Zutphen een petitie tegen de komst van Hermans. Het gaat vooral voor een belangrijke positie, in dit geval in Zutphen, waarvan ik vind dat daar iemand van onbesproken gedrag op moet zitten en die een voorbeeldfunctie heeft voor de stad, maar ook voor het algemene belang. En ja, waar je je niet af moet vragen of daar iets niet aan klopt of zo. Ja, Justin, commissaris van de Koning Cornelie heeft Hermans dus voorgedragen. Hè? Hoe reageert hij op het nieuws? Ja, Cornelie is natuurlijk teleurgesteld, maar ook wel verbaasd dat de steun voor Hermans in zo'n korte tijd eigenlijk toch wel volledig is afgebrokkeld. De grote vraag is, ja, hoe kan dat dan zo ontzettend snel zijn gegaan? De vraag is natuurlijk ook, had Cornelie dit niet kunnen zien aankomen? Hij is degene geweest die Hermans naar voren heeft geschoven. Hoe je het ook wendt of keert, Hermans die was in opspraak. Kritiek was nou eenmaal te verwachten. Toch vindt Cornelie niet dat hij hier een inschattingsfout gemaakt heeft. Het is altijd vervelend als dit soort dingen gebeuren. Mensen raken beschadigd. Dat hadden we natuurlijk liever niet gewild. En als ik had kunnen voorkomen, had ik dat ook graag gedaan. Maar ik vind wel, met iemand met deze staat van dienst, die ook fouten heeft erkend. Hè, je kunt zeggen, je bent een keer uit het veld genomen. Maar ook voetballers worden daarna weer gewoon opgesteld. En dat moet in het openbaar bestuur ook kunnen. Ja, voor een tweede kans is er hier in Zutphen nu eenmaal geen draagvlak. Dat betekent dat Cornelie zo snel mogelijk op zoek moet naar een nieuwe kandidaat burgemeester. Daar gaat hij in januari meteen mee aan de slag. Want in februari moet de huidige burgemeester Gerritsen al vervangen worden. Nou, we hebben Hermans natuurlijk ook gevraagd om een reactie. Maar hij laat weten dat hij zijn besluit niet verder wil toelichten. Dankjewel, Justin vanuit Zutphen. En voor de laatste reacties op het besluit van Loek Hermans om dus niet naar Zutphen te komen, kunt u terecht op onze site gld.nl. Ja, schrikt u soms ook zo, 's avonds op de bank ineens een keiharde knal? Het mag nog niet, maar er wordt al volop vuurwerk afgestoken. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast, waar iedereen zijn klachten kan indienen, staat de teller voor Gelderland al op ruim 4600 meldingen. Nou, waar komen die meeste klachten dan vandaan? Nijmegen staat aan kop met ruim 500 meldingen. Gevolgd door Ede met ongeveer even zoveel. En Arnhem staat op de derde plek met bijna 400 meldingen van vuurwerkoverlast. En waar wordt dan over geklaagd? Het gaat vooral om de harde explosies waar mensen last van hebben. Al komen veel klachten binnen over dieren die schrikken en over schade aan spullen, zoals prullenbakken en verkeersborden. Ja, om dat te voorkomen zijn veel Gelderse gemeenten vandaag begonnen met de voorbereidingen voor oud en nieuw. Zo zijn in de gemeente Rheden alle vuilnisbakken en hondenpoepbakken dichtgemaakt. In alle vroegte ging Kevin Kerkhoff van de gemeente Rheden op pad om alle bakken hermetisch af te sluiten.
Nou, ik heb ze niet geteld, maar heel wat. Ja. Ik heb 2 bakken op de bus staan, die ga ik leegmaken. Proberen leeg te maken vandaag. En, ja, proberen zoveel mogelijk klepjes erop te doen. In verband met vuurwerk, anders worden ze vernield. Zo, dan rijden we even naar de glasbak bij de hierboven, de parkeerplaats. De jongelui die willen toch wel een bak opblazen. En dat is toch wel heel erg zonde. Een bak zit toch wel rond de €300. En op deze manier kunnen we heel veel schade voorkomen. Maar ondanks het zorgvuldige werk is er 1 poepbak vergeten. Ja, dat is natuurlijk die hondenpoep die er allemaal in zit. En daar een rotje in. Dat zal niet zo prettig zijn, denk ik. Maar ja, de glasbak, daar weet ik niet hoe ze dat doen. Dat is ook zo'n echt zo'n... ding waar ze leuke dingen in kunnen gooien. Navraag bij de gemeente leert dat er geen nood aan de man is. Alle bakken worden keurig op tijd dichtgemaakt. Fijne dag nog. Dan Theo Bos uit Hierde. Hij gaat terug naar zijn oude liefde, het baanwielrennen. Hij wil zich op de Olympische Spelen in Rio komende zomer plaatsen voor de teamsprint. Op dat nummer teamsprint zit de Nederlandse ploeg dicht tegen de wereldtop aan en dus ziet Bos mogelijkheden. Ik denk dat het wel realistisch is, anders zal ik het niet doen. Maar ja, het niveau is heel hoog, internationaal gezien en ook nationaal gezien. De jongens worden Europees kampioen. Dus ja, dat wordt een hele uitdaging. Theo Bos maakte in 2009 de overstap naar de weg, nadat hij meerdere keren wereldkampioen baanwielrennen was geworden. Maar de Olympische koorts zit diep, dus wil hij nog 1 keer de Olympische droom najagen. We hebben dit jaar het NK teamsprint gereden en dat voelde zo goed. En het ging eigenlijk zo snel, zo makkelijk al. Dat ik dacht van, ja, dit voelt wel goed. Misschien zit er wel meer in. En de ploeg, ja, daar heb ik eigenlijk een nieuwe afspraak mee gemaakt. En die ondersteunen mij daar volledig in. En ja, daar ben ik heel blij mee. En straks, het is zacht voor de tijd van het jaar. En dus is de natuur een beetje van de leg. Nee, ik heb dit inderdaad al nooit meegemaakt. Ja, dat is echt uitzonderlijk. Zometeen meer. Eerste leider van de Gelderse PVV-fractie, Marjolein Faber. Zij wordt niet vervolgd voor haatzaaien en discriminatie. Er werd aangifte tegen haar gedaan omdat ze uitlatingen deed over vluchtelingen in de Nijmeegse noodopvang Heumezoord. Het OM heeft onderzoek gedaan en zegt nu dat Faber niets strafbaars heeft gedaan en dus wordt ze niet vervolgd. Degene die aangifte deed tegen haar laat het er niet bij zitten en stapt nu naar het Hof in Arnhem. Brand vannacht in een kelderbox in Apeldoorn. Bewoners van het appartementencomplex erboven die moesten vanwege het vuur hun huis uit. Sommigen zijn behandeld door hulpverleners omdat ze rook hadden ingeademd. Vrij snel was die brand geblust en kon iedereen ook weer naar huis. Het is nog niet bekend hoe het vuur is ontstaan. Brandweer sluit niet uit dat de boel is aangestoken. En de deelnemers aan de zwemvierdaagse in Doesburg die doken gisteravond voor het eerst het water in zwembad Den Helder. Veel mensen doen mee omdat ze weer even willen bewegen na al die lekkere kersthapjes en drankjes. Gaan de kerstkilo's eraf? Waar? Dat hoop ik. Ik voel het gewoon leuk. Wat is daar zo leuk aan om heel veel baantjes te moeten zwemmen tijdens de zwemvierdaagse? Gewoon buikspieroefeningen. De zwemvierdaagse is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden in Doesburg. Er doen dit jaar 160 deelnemers mee. En tot en met woensdag kunnen er nog baantjes worden getrokken. De natuur is in de war. Lag er precies 1 jaar geleden een dik pak sneeuw in de provincie. Vandaag zien we dubbele cijfers op de thermometer boven 0. En dus staan bloemen ineens in bloei en trekken bijen erop uit. Ik heb dit inderdaad al nooit meegemaakt. Want ja, goed, ook voor de honingbij is deze winter met hoge temperaturen echt heel uitzonderlijk. Want... ja, ik heb ze echt nog nooit in de tijd dat ik nu bijen houd, en dat is al bij elkaar bijna 35 jaar meegemaakt, dat ze bijvoorbeeld met de kerstdagen volop aan het vliegen waren. Dat ze stuifmeer binnenhalen. Ja, dat is echt uitzonderlijk. De bijen van Henk Zomerdijk zijn er maar wat druk mee. Stuifmeel verzamelen. Want deze mahoniestruik staat in de bloei. Maar goed is het niet, want de bijen halen te weinig eten op en verspillen hierdoor te veel energie. Deze begint al wat lichter te worden. Ja, dat is inderdaad een volk wat ik in de gaten zal moeten houden. De natuur lijkt dus een beetje in de war.
En dat merken ze ook bij plantenorganisatie Floron. Bij hun jaarlijkse wintertelling van bloeiende plantjes komen zij veel meer bloeiers tegen dan voorgaande jaren. Paarse dovennetel, oké, goed zo. Er zijn er in elk geval veel meer soorten die op dit ogenblik nog niet bevroren zijn geweest. Echte kamillen hadden we ook nog niet. Het is wel bijzonder, ja. Vroeger, je ging in december ging je niet plantjes zoeken, want je vond dus toch bijna niks. En zo langzamerhand zijn we zo bedreven in plantjes zoeken dat je aan een rosetje meestal de plantjes ook herkent. Dat is best knap. Houd het zegt er weer aan, dan dat gaan we zo meteen horen van weerman Reinier van den Berg. Eerst gaan we eens oliebollen bakken met Jan-Pieter Duin uit Tiel. Hij bakt ze bruin, perfect bruin zelfs. Die brood- en baketbakker die maakt namelijk de beste oliebollen van Gelderland. Op de ranglijst van het AD werd hij landelijk zelfs derde. En daar is de bakker natuurlijk dolblij mee. Ze liggen flink te spetteren, de oliebollen vandaag, na het bekend worden van de uitslag. Het gaat hartstikke hard vandaag, ja. Onverwachts, maar. Nu ja, onverwachts. Daar is wel ineens die derde plaats landelijk bij de test van het AD. En als de krant zegt dat het goed is, dan proef je het al bijna. Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Heeft u hem al geproefd? Nee, nog niet. Maar dat maakt niet uit. Je kunt ook op het oordeel van anderen afgaan. Die test helpt uitstekend. En dus niet alleen dat de mensen uit Rotterdam de eerste prijs krijgen. Let maar op, deze meneer gaat volgend jaar misschien ook winnen. Het is altijd de goede bakker. Dus we weten dat hij goede oliebollen hebt. Dus dan ga je ze halen. En dat doen er meer vandaag. Het is razend druk. Ja, maar dat zijn we hier wel een beetje gewend. Dus gewoon doorwerken en dan komt het vanzelf goed. Dat wordt extra oliebollen bakken dit jaar. Ze zeggen dat ze vier keer zoveel gaan maken. Ik wil het eerst nog zien. Maar het is nou wel een gekke huis. Dus, En een derde plek geeft nog meer drukte. Alle hectiek eromheen, dat merk je het ook van, hè? Jullie zijn er ook, ja. Ja, veel aandacht voor Jan-Pieter. En voor de zoveelste keer op de foto vandaag. Dankjewel. Ja, met een derde prijs sta je er goed op. Ja, dat zijn dus de beste, de slechtste oliebollen van Gelderland. Die liggen volgens het AD bij gebakkraam Daniel de Voer in Nijmegen. Hij scoorde een 4,5, want zijn oliebollen die zijn volgens de jury oneetbaar. Ja, ik zei het al, het weer nog met Reinier dus. Ook vandaag leek het eigenlijk wel lente in Gelderland. Een blauwe lucht, temperaturen van een graad of 10. En deze foto, heel zeldzaam toch ook wel weer, bloeiende meidoorn. Normaal bloeit deze boom of struik in de loop van april of in mei. Nu dus al eind december. Natuur is behoorlijk van slag. Misschien komt er volgende week eindelijk wat kouder weer aan, al is dat nog onzeker. Op dit moment zitten we nog met een zuidelijke stroming, hoewel de wind vandaag wat meer uit het oosten waaide. Storingen ten zuidwesten en westen van ons zullen dichterbij komen, maar lossen ook deels op. Dus de activiteit is tegen de tijd dat ze bij Gelderland zijn aangekomen behoorlijk afgenomen. Vandaag was het dus mooi weer. We zagen wat velden met sluierbewolking. De zon scheen, het werd 10 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Minimumtemperaturen niet veel lager dan een graad of 5. En morgen beginnen we vrij mooi. Met ook nog wel even periode met zon. Maar in de loop van de dag komt er wat dikkere bewolking binnen. In de middag gebeurt dat. En mogelijk dat er, vooral in het westen van Gelderland, in de middag plaatselijk ook een spatje regen valt. Het oosten, de Achterhoek, blijft droog. Ook 's middags. Temperatuur morgen overdag stijgend tot een graad of 10. Met zoals gezegd, 's middags vooral in het westen van Gelderland. Dat spatje regen bij matige zuidenwind. Woensdag wordt dan weer een mooie dag met zonnige periode en 9 graden. Oudejaarsdag, overdag enige tijd regen. Maar met een beetje geluk is het tijdens de jaarwisseling droog met een paar opklaringen. In de volgende week voorzichtig aan iets kouder weer. En dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat Loek Hermans niet naar Zutphen komt als waarnemend burgemeester. Hij voelt te weinig steun om goed aan de slag te kunnen. Morgen dan start de vuurwerkverkoop. We zijn daar 's ochtends live bij op de radio en ook via onze site en app. Mist u daar helemaal niets van. Mooie avond.